Iedereen kan tegen een stootje zo nu en dan. Maar sommige mensen kunnen je verrassen wanneer je te ver gaat met je grapjes. Je komt dit soort mensen overal en in alle vormen tegen. Misschien die ene gigantische getatoeëerde kerel die je gewichten ziet tillen in de sportschool, of misschien een 8-jarig jochie in de speeltuin. Misschien je eigen lieve oude grootmoeder. Als je eenmaal de minder prettige kant hebt gezien van zo'n persoon, dankzij je flauwe grapjes, dan moet je het liever niet een tweede keer proberen. Dit is een video met 10 mensen waar je geen problemen mee wilt. Theodore Roosevelt. Van kriegelen suffert naar nationale held. Zo wordt Theodore Roosevelt ook wel eens beschreven. Als kind was hij een timide persoonlijkheid met een fragiel lichaam. De op 27 oktober geboren oud-president van de Verenigde Staten was alles behalve sterk en stoer in zijn jongere jaren. Hij werd vaak ziek en had astma. Na een reis met zijn familie naar Egypte raakte hij geïnteresseerd in taxidermie. Ook kreeg hij een obsessie voor sporten, met name gewichtheffen en gymnastiek. Later deed hij ook aan boksen en jiu-jitsu. Hij was erg gecommitteerd aan zijn nieuwe verkregen passie en werd een fervente martial arts beoefenaar voor de rest van zijn leven. Hij hield ervan om buiten te zijn. Ook was hij een vreemde eend in de bijt toen hij bij Harvard studeerde. Teddy had de gewoonte om met een gebalde vuist in de andere hand te slaan wanneer hij een punt wilde maken in een discussie. Ook wordt gezegd dat hij jaloers was. Hij had eens een stel pistolen besteld en daagde één ieder uit tot een duel die er met zijn verloofde vandoor wilde gaan. Chris Kyle. Als je deze naam opzoekt in Google is zijn indrukwekkende cv het eerste dat je tegenkomt. Hij was namelijk een Amerikaanse Navy SEAL sniper die maar liefst 4 tours heeft gediend in de oorlog tegen Irak. Hij was een van de beste snipers van het Amerikaanse leger met een buitengewone record van bevestigde en onbevestigde moorden op zijn naam. Het meest geaccepteerde aantal van bevestigde kills is 150. Kyle zegt in zijn autobiografie dat het aantal veel hoger ligt dan wat het Pentagon wil prijsgeven. Geboren op 8 april 1974 stierf Kyle op een brute wijze, nadat hij in 2012 pas zijn autobiografie had uitgebracht. Heel ironisch kwam hij in februari 2013 om het leven doordat hij zelf werd vermoord door een ex-militaire die leed aan een posttraumatische stressstoornis. Ze gingen met z'n drieën naar een schietbaan toen de man zijn stoppen doorsloegen. Behalve Kyle schoot de ex-militair ook de andere bijrijder dood. Conor McGregor. Met Conor McGregor zijn er maar weinig gebieden die grijs zijn. Of je bent een trouwe fan, of je ziet hem liever gaan dan komen. De Ierse mixed martial arts ster staat bekend om zijn opmerkelijke provocerende en macho gedrag. Hij heeft er plezier in om zijn tegenstanders met een erg grote mond uit te dagen op de meest indringende manieren mogelijk. Maar heel eerlijk, eigenlijk niet voor niks. Want de met tattoos bedekte mixed martial artist voegt de daad bij het woord. Conor is namelijk ongeveer 10 jaren lang de meest gevreesde en vrijwel ongeslagen UFC-kampioen geweest in zijn gewichtsklasse. Hij heeft vele kampioenschaptitels op zijn naam staan en dus begrijpelijk waarom hij niet terugdeinst voor geen enkele tegenstander in gevecht. De laatste keer dat hij in de ring stond was in oktober 2018 tegen Khabib Nurmagomedov. Helaas kon de veelbelovende vechter na al zijn opscheppen deze keer niet als kampioen uit de bus komen. De verloren match was een brute nederlaag voor de Ier. Maar zoals we van Conor gewend zijn, is hij druk bezig met een comeback. Hij is nog altijd bezig op social media en smijt met vuile woorden. We moeten nog zien of de Twitter-aantijgingen werkelijk hun weg naar de octagon vinden. Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger is een bekende spierbundel en acteur uit de jaren 80, die maar niet van het toneel lijkt te verdwijnen. De voormalige 7-voudig Mr. Olympia-kampioen en 5-voudig Mr. Universe-kampioen is een taaie krachtpatser met een opvallend grote lichaamsbouw die je niet zomaar voorbij loopt. Hij werd in Oostenrijk geboren en kreeg onder andere de bijnaam de Oostenrijkse Eik. Heel toepasselijk voor een gespierde man van 1,88 meter lang. Dankzij zijn liefde voor de bodybuilding sport heeft Arnold zich een weg weten te banen naar Hollywood en werd hij daar een grote filmster. Met bekende kaskrakers zoals The Terminator en Kindergarten Cop heeft hij niet alleen de harten van de kijkers weten te veroveren als een actionhero, maar ook als een komediant. In 2013 waagde hij zich in de politiek en werd hij de gouverneur van de staat Californië tot 2011.
Je kunt hem zo nu en dan een bijrol zien spelen in actionfilms. Hij was voor het laatst onder andere te zien in The Expendables en Terminator Genesis. Zes. Brian Shaw. Met de bijnaam van Gigantor en een lengte van 2,03 meter zou je letterlijk moeten opkijken naar deze man. Brian Shaw is een professionele sportman en staat bekend om zijn diverse kampioenschapstitels voor The World's Strongest Man. De reusachtige man heeft namelijk 4 titels op zijn naam staan, te weten die van 2011, 2013, 2015 en van 2016. In 2011 en in 2015 won hij ook de Arnold Strongman Classic. Met zijn grote fysiek kan deze Hercules heel wat liften en trekken. Enkele van zijn records tijdens de strongman-competities zijn een deadlift van 460 kilogram en bandtillen van 520 kilogram. Ook houdt hij een wereldrecord van keitillen van 250 kilogram. Kun je je inbeelden hoeveel kracht in die armen en benen zitten? Zou jij durven om een potje met deze man te sparren? 5. Xue Yan Ming. Ooit gehoord van een supermens? Nee, niet de fictieve Clark Kent, maar een levensechte supermens. Zijn naam is Xue Yan Ming en hij is een krijgermonnik, een leraar in de martial arts, maar ook acteur. Vanaf zijn 5e jaar heeft hij bij de monniken in de Shaolin-tempel in China gewoond en getraind. In 1992 verhuisde hij naar Amerika, waar hij zijn eigen school opzette, de USA Shaolin Temple. Als je deze man in actie ziet, dan wil je je ogen bijna niet geloven. Wat hij kan doen, kunnen de meeste mensen niet, terwijl het voor hem gewoon en normaal lijkt. Toen hij als jonge monnik trainde, kon hij buitengewone dingen doen, zoals het breken van stenen met zijn schedel, het afweren van scherpe objecten met zijn huid, ondersteboven slapen in een boom. Als deze man jou een vuistslag toedient, dan krijg je dat met een kracht van maar liefst 350 kilogram force. 4. Rico Verhoeven. Deze gigant kun je wel eens tegenkomen in de straten van ons land. We hebben het over niemand minder dan de Nederlandse kickbokser Rico Verhoeven. Als kind vocht Rico zijn eerste wedstrijdjes al op 6-jarige leeftijd. Zijn vader Jos merkte op dat de jongen talent had voor kickboksen en de potentie had om een kampioen te worden. Rico was altijd al de grootste overal waar hij kwam. Op zijn 12e woog de jongeman al 75 kilo en niemand van zijn leeftijdsgenoten wilde tegen hem vechten. Nu, bijna 2 meter lang met een gewicht van 119 kilogram, wordt dit zwaargewicht de King of Kickboxing genoemd. De eerste wereldwijde titel behaalde hij op 21 juni 2014 in Los Angeles. In dat gevecht kwam hij uit tegen de Roemeen Daniel Ghita. Hij won de kampioenstitel in de zwaargewichtklasse die op dat moment vakant was. Op 29 september 2018 verdedigde hij zijn titel met succes voor de 8e keer op rij. Een record in de geschiedenis van het Glory kickboksen. 3. Mike Tyson. De legendarische Mike Tyson mag absoluut niet ontbreken uit deze lijst. Wie kent deze beroemde Amerikaanse bokser niet? Kid Dynamite, zoals hij ook genoemd werd, heeft 20 jaar lang gebokst tussen 1985 en 2005. Hij is de ongeslagen kampioen geweest in de zwaargewichtklasse voor het merendeel van zijn carrière, met 58 gevechten achter de rug met 50 gewonnen wedstrijden, waarvan 44 middels knockout. Zijn eerste professionele 19 wedstrijden won hij allemaal middels knockout. Hij stond bekend om zijn controversiële gedrag, zowel in de ring als daarbuiten. Na veel hoogtepunten en eveneens dieptepunten van diverse conflicten van echtscheiding, faillissement tot veroordeeld van verkrachting met celstraf, is de voormalige heethoofdige bokser een heel ander mens nu. Hij is een spirituele man die het islamgeloof aanhangt en zegt dat hij zich schaamt voor zijn gewelddadige verleden. 2. San Chai. Wie een beetje van Muay Thai weet, zal zeker van deze geweldige Thaise Muay Thai vechter hebben gehoord. En als je niks weet van de sport en je ziet deze man in actie, dan zal je meteen zien waarom hij erg geliefd is onder de Muay Thai fans en waarom hij zo een verdomd goede vechter is. Wanneer hij vecht, dan vecht hij zonder angst en leidt zijn tegenstander vaak af met allerlei vreemde capriolen. San Chai begon met Muay Thai op zijn 8e jaar. Hij besloot om Muay Thai te leren toen de oudere broer van zijn vriend na een wedstrijd een prijs ontving. Hij debuteerde na een training van slechts 1 week en won zijn eerste wedstrijd en ontving nauwelijks 1 euro. Vele jaren verder, op 16-jarige leeftijd, won San Chai zijn eerste Lumpinee kampioenschapstitel. Deze wordt beschouwd als de meest prestigieuze titel in Muay Thai.
1. David Goggins. David Goggins is een Amerikaanse ultramarathonloper, ultraafstandsfietser, triatleet, motiverende spreker en auteur. Hij is een gepensioneerde Navy SEAL van de Verenigde Staten en voormalig lid van de Tactical Air Control Party van de United States Air Force, die in de oorlog in Afghanistan en de oorlog in Irak heeft gediend. Als de huidige wereldrecordhouder voor de meeste pull-ups die binnen 24 uur zijn gedaan, gelooft Davis niet in motivatie, maar wel in doelstelling. Hij zegt dat deze jou veel meer ertoe beweegt om dingen te doen waarvan je dacht dat je het nooit zou kunnen. Hij beschouwt zichzelf als de taaiste man ter wereld en denkt dat hij vrijwel elke taak die voor hem ligt kan voltooien. Dit was een video met 10 mensen waar je geen problemen mee wilt. Ken jij zo iemand? Wat vond je van de video? Geef ons zeker een like als je hebt genoten. Abonneer om ons te blijven volgen en klik op het belletje voor een notificatie zodra wij weer een gloednieuwe top 10 video uploaden.